Ik ben Suzanne Smits. Ik werk binnen Bovemij als transformatiemanager voor de verzekeraar. Dat betekent dat ik me bezighoud met de verandering binnen de verzekeraar en haar strategie. En het linkje weer naar de groepsstrategie. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan het portfolio van de verzekeraar. Ik ben na mijn studie gestart binnen Bovemij op de schadeafdeling als medewerker. Daar heb ik verschillende teams gewerkt, van de frontdesk tot de meer inhoudelijke zaken. Daarna ben ik doorgegroeid als teamleider van diezelfde afdeling. Waarna ik switch heb gemaakt naar de service- en acceptatiekant van de verzekeraar en bij particulier. Daar ben ik als manager 3 jaar werkzaam geweest. En daarna ben ik overgestapt naar mijn huidige rol als transformatiemanager. Ik vind het als leidinggevende heel belangrijk om samen met de medewerker een pad uit te stippelen voor de ontwikkeling. Dat betekent dat we samen kijken afhankelijk van de fase waar de medewerker in zit of de fase waar het bedrijf in zit. Dus ben je een beginnende medewerker of een ervaren medewerker? Heb je veel ambitie of heb je weinig ambitie? Of zit je als Bovemij in een fase van verandering waar we nu in zitten? Of zit je in een fase van stabiele groei? Daar zoek je samen met de medewerker een ontwikkelpad op uit en daar zoek je samen ook naar de beste weg voor die medewerker. Ontwikkeling voor mij betekent afhankelijk van de fase waar je in je leven in zit, waar de wereld zich in beweegt, waar Bovemij zich in begeeft, dat ik een bepaald pad voor mezelf wil uitstippelen, waar ik naartoe wil groeien, waar ik aan wil werken. En dat kan zijn in ambitie, dat kan op persoonlijk vlak zijn, maar daar wil ik aan werken en daar wil ik een uitdaging in zoeken en dat is voor mij ontwikkeling.